breekt het licht. Onstuimig, verlangen dat ons drijft. Op zoek naar dierbare woorden voor wat we heimelijk vermoeden. Kijk, wat is dit, ziet ze? Dit is Chagall, of eigenlijk meer nog het Hooglied. Oh ja. En het is rood vooral. Ja. De kleur van de liefde die eraf spat. Ik heb een fascinatie met het Hooglied al jaren. Ik heb er ook een boekje ooit over geschreven. Omdat het muzikaal en poëtisch en visueel... En lijfelijk. En lijfelijk. Zo alles eigenlijk samenvat. En dit is een schilderij uit het Chagall Museum in Nice... waar één zaal vol hangt met 5 hele grote schilderijen over het Hooglied. En als je daar binnenkomt, dan... Ja, de liefde springt bovenop je van de muren. Yes. Nou, daar gaan we het over hebben, ja? En wat ligt hier? Dat is een mij geliefkoosd kleinood. Toen ik een aantal jaren geleden het allemaal niet meer zo zag zitten... en niet wist welke kant het allemaal uit moest... kreeg ik van een vriendin, een kunstenares, dit kleine ding. Het is eigenlijk plat en klein. Het lijkt gesloten, maar je kan het openen. Alle kanten kan je het omdoen. Oh. Dus je kan er een open graf van maken dat open gaat. Een grafkelder waar je afdouwelt. Oh, ja. Maar je kan het ook zo doen en dan is het een deur die toch open gaat. Oh, daar zit ook een verhaal achter, of niet? Ja. Zullen we meenemen? Ja. Sietse de Vries, welkom. Dank je. Theoloog en dichter. In allerlei kleuren deze week komt het nieuwe liedboek uit. En jij hebt maar liefst 120 liederen daaraan toegevoegd. Ja, niet alleen liederen. 40 liederen, denk ik. 40 onberijmde teksten, want dat is het nieuwe van dit boek. En 20 vertaalde liederen van over de grens. Ben je trots? Uiteraard. Uiteraard. Het betekent dat je daarmee ook nu al weet dat je jezelf gaat overleven. Dat is een hele gekke gedachte. Ja, ja. Inderdaad. Ja, dat is wel heel mooi. Ja. Ben je de grootste provider? Ik weet het niet. Men heeft gewoon uit het bestaande repertoire gekozen. Een aantal dingen heb ik een verzoek gehad om nieuwe vertalingen te maken. En verder, kijk, wat ik nu van de lijst gezien heb, zijn het voor mijzelf... bijna alweer de golden oldies uit de tijd dat ik predikant in Amsterdam was. En toen die grote productie samen met Willem Vogel, de muzikus, had... uit die periode komt het meeste. Dus ik denk van de nieuwste... teksten. Ja, dat zal misschien nog eens een volgend liedboek worden, maar daar maak ik niet meer mee. Want ik vroeg me inderdaad af, is er een update geschied sinds 1973? Met andere woorden, zijn er misschien teksten die wat geëmancipeerder zijn? Dat hij ook zij is, of dat wit ook zwart ook wit is, en andersom? Ja, nou, na het liedboek zijn ze natuurlijk begonnen al met het kweken van de visvijver voor een nieuw boek. Dat was een hele handige zet. De zingend geloven deeltjes. Ja. Waaruit uiteindelijk een soort tussentijdse bundel tussentijds kwam. Waarin degenen uit zingend geloven die zich al bewezen hadden, waren verzameld. En heel veel gemeenten kennen die al. Dus in zoverre is ook daarvan weer veel doorgestroomd, heb ik gezien, naar dit boek. Wat ik aan een dichter altijd al heb willen vragen, maar nog nooit heb gevraagd. Hoe is het als je woorden op muziek worden gezet? Heb je daar de hand in? Of laat je dat helemaal aan de componist over? Hangt een beetje vanaf. Ik heb natuurlijk jarenlang met dezelfde componist gewerkt. Wie? En dat Willem Vogel. Ja. En dat betekende ook altijd een interactie in wat hoort hij, wat hoor ik. Dus hij had wel eens commentaar op teksten, dat hij muzikaal daar niks mee kon. En ik wel eens melodisch. Ik dacht van Willem, je zet nu accenten waar ik ze niet bedoeld heb. En ik ben ook steeds meer gaan ontdekken hoe je al... muziek tevoorschijn kunt roepen door de keuze van je woorden en je klinkers en je klanken. Dat je bent al aan het regisseren bij het schrijven. Het is een wederzijds beïnvloeding. En vaak gebeurde het dat Willem dan belde. En dan zei hij, ben je daar? En legde hij de telefoon op de piano. En dan ging hij spelen en met de krakende stem meezingen. En dan, is het wat? En dan kreeg je een soort gesprek daarover, ja. En durfde je wel eens te zeggen, nou nee? Ja. Want het valt mij op dat hoe mooi een tekst ook is, een melodie is wel erg dominant. Zeker als die niet goed is. Ja.
Het is een algemeen bekende waarheid dat een slechte tekst kan gered worden door een goede melodie. Maar een uitstekende tekst gaat toch verloren als de melodie niet goed is. Daar moet je echt op gaan passen dus. Ja. En wat maakt een lied goed? Wat maakt een lied goed? Nou, dat het zich pas gaandeweg gewonnen geeft als je het zingt. Het is eigenlijk niet anders dan wanneer als je verliefd wordt op iemand en je hebt meteen al de smaak en al de eerste dag te pakken, is de liefde gauw over. Is dat zo? Heb je daar ervaring mee? Denk het wel, ja. En dat is bij deze muziek niet anders. Het moet wel ergens al appelleren, maar tegelijkertijd ook triggeren. Ja. En triggeren is, we zingen hem nog een keer. Of volgende week komen we weer. Ja. Of... ja. Zo van smaak naar meer. Ik vind het ook niet zo gemakkelijk soms. Want ik heb ook een aantal liederen die getoonzet zijn door de muzikus Toon Hagen, die heel bewust met een aantal botsende ritmes kan werken, met rusten op gekke plekken. En dat pas later ontdek je de kracht daarvan. Dat je maar niet zo achter elkaar door je regeltjes afblaart. Mm-hmm. Wat betekent zingen voor je? Zingen is, ik zeg wel, dat wat tussen je oren zit, zakt ook tot in je middenrif. Ja, ja, ja. Dus het is het totaliseren van wie je bent, wat je wil, wat je zoekt, wat je verlangt, wat je hoopt, wat je droomt, wat je verdriet doet. Dus overal heeft zingen die functie en maakt het groter, maar ook hanteerbaarder. Maar ook als je zelf zingt, werkt het ook bij jou, in jouw middenrif? Ja, ja. Daarvoor ben ik ook te lang koorlid geweest. Oh ja. Als jongetje van 6 al jarenlang meegezongen in het knapenkoor met zo'n mooi hoog jongenssopraantje. En daarna ook veel jaren in korenkantorij, studentenkoor. Maar ook in de zwemkantorij in Amsterdam heb ik ook heel vaak meegezongen, wipte ik van de preekstoel af om een plek in de kantorij in te nemen. En, ja. En wat gebeurde er dan met je? Je krijgt adem. Het gek is, jij geeft stem aan iets dat vervolgens jou weer optilt. Mm-hmm. Het is ook een soort wederzijdsheid, mm-hmm, die je ook maar moet laten gebeuren. Wat Willem Barnard ook zei, was ik zing om te geloven. Ja, dat had hij van Frits Meertens. Oh ja? Kijk, er is natuurlijk zeker vanuit de vroege christelijke traditie zo'n soort neiging om te zingen wat je gelooft. Hè? Het uit te venten, uit te blaten, heeft diezelfde Willem Barnard wel eens gezegd. Uitademen. En dat is U zij de glorie, Nederland zingt met veel vertoon. Ja. Terwijl je ook kan zeggen van ik weet het allemaal niet zo, maar pas doordat ik het ga zingen en het inadem, wordt het mijn eigen en ga ik het geloven. Want jij zei net iets, naar aanleiding van dit hele prachtige beeldje, ja, toen het niet zo goed met me ging. Was dat zo'n moment? Er zijn altijd, dat ben ik natuurlijk absoluut niet uniek in, momenten dat je in je mensenleven op kruispunten komt. Of anderen de deur voor je dicht gedaan hebben, of door de achterdeur vertrokken zijn, of waarin je zelf niet meer weet waar het heen moet. En op zo'n momenten heeft muziek en zingen ook een hele sterke functie. En kan zingen dan ook alleen, of is het toch heilzaam met z'n allen? Het is heilzamer met z'n allen. Zingen is toch altijd voor het eerst eenparig, eenstemmig worden. Ja, een van de liederen die denk ik het meest van mij gezongen worden, inmiddels ook al vrij bekend, is het lied Zolang wij ademhalen. En vooral het tweede couplet kom ik ook altijd weer in de krant boven de overlijdensadvertenties tegen. Dus al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht. Dus ook het zingen is, zeker in gemeenschap, is een uitermate pastorale, diaconale bezigheid. Je helpt elkaar een end vooruit, door de deur heen. Mm-hmm. Nu zei je net bij Chagall, hè, dat is Hooglied, wat je allemaal zo aanspreekt in Hooglied. En ik zei toen lijfelijkheid, maar toen zei jij ja. Maar lijfelijkheid heeft natuurlijk meerdere kanten. Lijfelijkheid is misschien erotisch, maar lijfelijkheid is ook, ik bedoel, je hebt enorm je rug bezeerd. Lijfelijkheid is ook pijnlijk. Ja, dat is de keerzijde van een medaille. Dus de sterfelijkheid is onderdeel van de lijfelijkheid. En
Ik herinner mij een preek over het Hooglied. Die begon met de zin: ik zag haar gaan alsof ze nooit zou sterven. Oh ja. Oh ja, die zin ken ik. Ja. Ja, het is gewoon uit een gedicht van iemand, weet ook niet precies. En dat is zoiets wat blijft hangen. Want het gekke is, wij houden van elkaar omdat we sterfelijk zijn. Als we oneindig zouden leven, zouden we elkaar niet nodig hebben. Of we hebben elkaar nodig omdat we sterven? Ja. Je bedoelt niet, hij is leuk of zij is leuk, want het is tijdelijk. Je bedoelt, wij hebben elkaar nodig, want het is... Ik geloof heilig dat mensen, dat daartoe de liefde dient. Invulling van dat wij niet zonder elkaar kunnen. Niemand leeft voor zichzelf, zegt Paulus. Maar dat neem ik heel letterlijk. Het op jezelf gericht zijn, zelfs al die moderne zelfverwerkelijking, ik heb het daar niet zo op. Mijn zelfverwerkelijking ligt in wat ik bij jou vind en wat ik jou te bieden heb. En hoe troost jij als herder dan mensen die alleen zijn? Want het zijn er nogal wat. Ja, dan vraag ik ze allereerst wat ze missen. En ook wat voor vormen van gemeenschap ze dan kennen. Want de troost van het alleen zijn ligt niet alleen in dat je dan toch nog wel iemand vindt om gelukkig mee te worden. Er zijn mensen die vinden die gezamenlijkheid ook in heel veel andere kringen en vormen. En dus daar zal ik allereerst ook op wijzen. Dat je dat niet zo, ik ben zielig, want ik ben alleen. Dat lijkt me niet de juiste houding. En hoe is dat voor jou? Hoe is de verhouding alleen en eenzaam? Ja, ik ben alleen. Het grootste deel van mijn leven. Ik ben niet eenzaam en ook niet zielig. Soms een beetje, net als iedereen ook. Maar ik leef wel bij de gratie van anderen die een stuk van hun leven met mij willen delen. En ik besef me ook heel goed, als je dat verbijzondert in de relatie met die ene waarin dat min of meer zich totaal wordt, dat dat iets gemakkelijks heeft. Want dat je niet alle fragmenten hier en daar overal moet halen. Met die kan ik goed dit en met die kan ik goed dat. Dat wil je dan toch eigenlijk allemaal liefst bundelen in die ene ander. Maar een beetje omgaan met wat het leven je biedt op dat punt. En daar dan zoeken van waar ligt daar voor mij een invulling, een bestemming, een zingeving. Heeft je eigen lijden zin als het gaat over het ontwikkelen van empathie? Moet je het zelf meegemaakt hebben? Tot op zekere hoogte. Inlevingsvermogen, het verdriet van de ander. Het gekke is dat de allereerste dingen die van mij geschreven uitgegeven zijn, teksten waren die met de dood en met de liefde te maken hadden. Natuurlijk, de twee grote items in het mensenleven sowieso. Maar er zitten heel veel teksten bij die niet over mijzelf gingen, maar waarvan ik dan voortdurend merk dat een ander zich daarin herkent. Bijvoorbeeld in dat boek met teksten rondom dood en sterven had ik gebeden en ook teksten opgenomen rondom zelfmoord. En omdat dat een tijd was, ik heb het over 20, 25 jaar geleden nu, vaak ook zelfs tot in de afscheidsdiensten toe eigenlijk alleen maar versluierd gesproken werd over wat er eigenlijk aan de hand geweest was. Op het moment dat je de dingen benoemt, en dat vind ik een van mijn redenen om maar te blijven schrijven, dingen zo benoemen dat je een ander daarmee een eentje vooruit kan helpen. En rondom dood en liefde, ja, tikt dat dan natuurlijk fors aan. Waar ik heel blij om ben, dat jij een tekst hebt van Willem Barnard. Van waar? Willem Barnard is een beetje wat ik wel eens mijn voedstervader noem. Ik denk dat ik mijn hele, zowel poëtisch als theologisch, maar vooral de combi ontwikkeling mede aan hem te danken heb. Ik heb hem al vroeger al als jonge predikant gedronken, geslurpt. En hem ook gevolgd. Heel veel dingen overgenomen van hem. En de laatste jaren van zijn leven heb ik hem wat intensiever leren kennen. En toen zei ik ook tegen hem, af en toe weet ik niet meer of ik het nou van jou of zelf bedacht heb. En dan vond hij dat niet zo erg, hoewel hij zeer op zijn auteursrechten gesteld was. Maar hij zei, ja, dat is de osmose, dat hoort zo. Dus hij is een van degenen aan wie ik heel veel te danken heb. En wat heb je gekozen? Dat is dan nog een hele klus van al dat werk. Ja, maar het is
Pinksteren vandaag. Ja. En Willem Barnard heeft mij ooit eens een bundeltje van hem gegeven, waarin hij voorin pagina 17 schreef. En dat is het gedicht Tussen het zingende kerkvolk. Want daarin zaten we natuurlijk allebei als, als lieddichters, als versjesmakers, zoals hij het noemde, zitten we. Wil je het voorlezen? Ja, Tussen het zingende kerkvolk. Soms, als ze hun longen te boven zingen, het dak staat bol van geluid, kijk ik mijn ogen uit. Alles verandert. De dingen staan stil te dansen, het altaar haast zwingende, pinkstertongen worden de kaarsen en de gezichten van de gewoonste stervelingen glanzen van licht. Ik verwonder mij tot ik versta, zonder die tranen in mijn ogen, had zich de wereld niet bewogen, gingen de dingen niet opgetogen, al dat geloven achterna. Ja. Mooi, hè? Wow. Nou, wat doet je dat? Als ik het probeer te verstaan wat hij zegt, de herkenbaarheid is er. Een gemeente die zingt in een kerkdienst, waarin de kaarsen branden. Het dak staat bol van geluid. Het is bijna een soort tent, hè, waarvan de wind onder het doek komt. Ja. Maar dan dat slot zonder die tranen in hun ogen. Nou, iedereen weet dat als je tranen in je ogen hebt, ga je die dingen wazig zien. Dan gaan die lichtjes gaan zich vermenigvuldigen en pinkelen. Dus we gaan de dingen bewegen. Het wordt onscherp, maar je ziet de andere kant weer heel veel meer. En dus hij heeft het verdriet ook nodig om de Pinkstergeest daar ook te zien waaien. Ja, dat trof mij inderdaad ook. Je kunt zeggen, wat is dan inspiratie? Hè? Wat is die geest? Maar het is ook alsof die dichter met zijn tranen de wereld in beweging zet. Dus ook de dichter beweegt misschien de geest. Dus het is misschien een wederzijdsheid. De geest is dat wat God vanaf het begin bewogen heeft en wat mij nog altijd in beweging zet. Dus het woord beweging hoort bij mij inderdaad voor geest. Dus het is de geest die schept in Genesis 1 al. Mm-hmm. Het is Veni Creator is vandaag overal gezongen. Kom schepper geest, er moet iets nieuws gebeuren. Het aangezicht van aarde moet vernieuwd. Ja. Daarvoor is die doorgaande beweging nodig. Ja, want het is nogal wat. Zonder die tranen in mijn ogen had zich de wereld niet bewogen. Ja. Ja. Het is ook de beweging die jij maakt. Het is een hele persoonlijke beleving van de dichter zelf. En dan moet je weer, Barnard zat graag het liefst achter in de kerk. Mm-hmm. Dan kon hij het allemaal zo eens wat aanzien. Dan hoefde hij niet altijd mee te zingen. Ja. Dus die zit daar ontroerd te wezen. Dat is ook mooi. Het woord ontroering, vervoering, heeft met beweging te maken. Je komt op een andere plek. Je krijgt een andere invalshoek. Dat doet ontroering ook. Ja. En dat op kunnen roepen, daarin ook scheppend kunnen zijn, dingen in beweging kunnen zetten. Heel veel schrijven is voor mij ook inderdaad dat scheppende gebeuren in die zin van orde brengen in een chaos. Niet alleen maar iets moois nieuws maken, maar vooral in de troep die er is, ergens een weg zien te banen. Naarmate een mens ouder wordt, zie je steeds meer hoe lijnen lopen in een mensenleven. Dat is een algemeen bekend iets, maar ik kan alleen maar zeggen als je al een aardig eind op weg bent. En de dingetjes waarmee ik begonnen ben als kind, met veel lezen en veel zingen, hoe zich dat ook verder heeft uitgebreid en gedivergeerd dat leven door. Het gekke is aan het eind, zeg ik, dat zijn ook de twee dingen waarmee ik het moet blijven doen. Dat zijn de twee hoofdlijnen. Dat is ook wel mooi, dat je als kind er al zo dichtbij was. Ja. Of dat je er nog dichtbij was. Nou ja, of je hebt daar zoveel mee gekregen dat leidinggevend en dragend geweest is voor wat je verder doet. Want wie gaf jou wat mee? Het lezen heb ik als jongetje van 3 jaar al geleerd van mijn lieve Paken. Mijn Friese Paken, die mij iedere morgen kwam halen. Hij moest voor zijn gezondheid wandelen en daar moest ik mee. En hij had zo'n wandelstok met een grote rubber dop eronder. En op alle etalageruiten en reclameborden, die er toen nog niet zoveel waren, wees hij dan letters aan, leerde hij me het alfabet, leerde hij me woorden en leerde hij me lezen. Mooi. En ik heb een leesverslaving
opgelopen die ik tot op de dag van vandaag bezit. Wat je met letters en woorden kunt doen. Ja. Maar vervolgens, als jongetje, ben ik ook natuurlijk op dat kerkkoor al jarenlang bezig geweest. En mijn grootmoeder nam mij, als we dan thuis kwamen, op schoot en leerde mij de psalmen zingen. En dan moest ik ook leren schrijven. Dan kreeg ik een schriftje van haar. En dan zei ze, ga maar een preek opschrijven. Waarom dat mens dat dacht, dat weet ik ook niet. Dus ik heb al 3-4-jarig jongetje dat die kunst al afgezien van zo'n dominee. En in dat schriftje van Beppe preken zitten schrijven. En werd ik op tafel gezet en dan moest ik het voorlezen. Ja, hoe wordt een kind gevormd tot wat? Maar want wat voor kind was je? Een kind dat zich terugtrok. Niet een gemakkelijk sociaal kind. Had mijn eigen wereldje, denk ik, waarin ik leefde. Waarschijnlijk ook door al dat lezen. Trok mezelf ook vaak graag terug op mijn eigen kamer. Wat ook in het gezin niet altijd werd geapprecieerd. Nee? Had daar toch blijkbaar behoefte aan. En zag je vader jou? Ik denk dat mijn vader niet echt goed wist wat hij met mij aan moest. Ja? Ja. Dat klinkt pijnlijk. Of, bedoel, ja, stelde je hem teleur? In die zin dat ik niet rechtstreeks de voortzetting van was van wat hij belangrijk in het leven vond. Namelijk? Sport. En als ik in sport. En, dat is een beetje het nest waaruit ik kom. Mijn schoolkeuze was niet anders. Keurig gereformeerd gymnasium. Alfa, talen natuurlijk. En het ziet ze weer worden. Ja, wat, nou, advocaat of dominee, zeg het maar. Ja. Dat zijn de keuzen voor een alfa. En denk je dat je vader toch trots op je is geweest? Jawel, dat weet ik ook wel. Want dat hoor je dan wel via omwegen. Hè? Krantenknipseltjes over zijn zoon die in zijn portefeuille zit... die een ander laat zien. Maar ja, ja. Alleen nooit iemand die dat tegen jezelf zou zeggen. Ik vraag me bij mensen zoals jij en ook Huub Oosterhuis en Barnard altijd af... als je nou in een boekhandel bent, ben je dan... eager om te kijken of je naast in de religieuze boekenkast ook bij de dichter staat? Nee, nee. Dat komt wel voor namelijk, komt, ja, dat verlangen. Ja, ik weet het. Ik weet ook hoeveel Willem de moeite gehad heeft... om dat dominees zijn en dat dichter zijn uit elkaar te houden... terwijl het elkaar toch voortdurend beïnvloeden. En ik roep gewoon simpel, ik ben allereerst gewoon een dominee... En eentje die van huis uit al de taal meegekregen heeft als grootste instrument. En dan merk je dat behalve voor je vak, ook voor jezelf persoonlijk, je iets met die taal af en toe kunt doen. En dan ontstaan gedichten. Ik heb ze alleen nooit uitgegeven zolang ik actief predikant was. Omdat ik dan vind dat je eigen al te persoonlijke verhaal misschien ook door je werk heen gaat lopen. Maar is dat een antwoord? Ik bedoel, wil je graag in de wereld ook erkend worden als dichter? Nee. Durf je jezelf dichter te noemen? Ja. Ja, tegenwoordig wel met enige aarzeling. Ik zal het niet voorop zetten. Het is altijd theoloog, dichter, tekstschrijver. Maar wat is dat toch? Hè? Ook dat Barnard zelfs op hoog leeftijd het nog sprak over versjes... En Willem Vogel over liedjes, kan dat? Ja, ja. En is dat nou een blije bescheidenheid die creatief maakt... of is het toch ook een remmende factor? Zou het ook de Calvinistische inboord zijn... dat je niet te hoog van jezelf moet opgeven? Nou? Ik zou het niet weten. Kijk, onder het dichter versta ik iemand die dag en nacht toch bezig is... om nou, met die taal bezig te zijn en... Dat ben ik niet. Ik ben met 10 dingen tegelijk bezig... die allemaal wel veel met taal te maken hebben. Maar zover het hele handzame beroep van tekstschrijver... vind ik ook een mooi woord. En dichter heeft niks met verdichting te maken... maar is gewoon heeft met ditcheren, met zeggen... degene die het verhaaltje opzegt... En poës is de poëet, dat is degene die het maken kan in het Grieks. Dus het is gewoon degene die het maaksel op kan zeggen. Zo simpel is het. Nou, in die zin ben ik voluit dichter en poëet. Ja, ben jij ook een soort doorgeefluik van de geest? Die waait waarheen zij wil? Ja. Als ik mezelf, en dat is ook weer zoiets wat je natuurlijk gaandeweg de rit steeds meer afvraagt. Wat doe je het allemaal voor en wat is...
dat is voor jou de zin, de bestemming van wat je allemaal aan het doen bent, dan denk ik eigenlijk, ik sta bekend om een goede gastvrijheid. Ik ontvang graag mensen, kook heel graag voor ze. En ik denk eigenlijk dat wat ik in mijn verdere werk doe, eigenlijk een soort verfijning van die gastvrijheid is. Dat het nou in een kerkdienst is, of op een lezing, maar ook om mensen aan het zingen te krijgen. Het is allemaal een vorm van gastvrijheid. We willen laten delen. En wat wil je dan laten delen? Ja, een vleugje adem van de geest. Ik leef ten dienste van de ander. En daardoor dien ik ook mezelf. Maar weer dat mijn eerste boekje heette Op liefde gebouwd. Dat ervaar ik en geloof ik als mijn bestemming en als bestemming van de mens in het algemeen, dat we altijd op meerzaamheid, op tweezaamheid gebouwd, geschapen zijn. Niet bedacht voor onszelf. En wat is de Heilige Geest dan daarin? Datgene wat ons daarbij naar die ander drijft. Waardoor ik niet steeds mezelf zoek. Hè? Zij zoekt zichzelf niet, zegt 1 Korinthe 13 over de liefde. Maar ik zoek de ander. Niet alleen maar omdat ik die nodig heb, en dan is het weer alleen maar egoïsme, maar ook omdat die ander mij wel eens nodig zou kunnen hebben. Dus dat moet je ook voortdurend om kunnen draaien. Heb je het gevoel dat je tot je bestemming komt? Of bent gekomen? Misschien kom ik pas steeds weer tot mijn bestemming op het moment dat dat gezongen wordt en ook gezongen wil worden. Dat het tot leven komt? Ja. Naarmate je ouder wordt, denk ik dat je steeds scherper kunt zeggen wat belangrijk is en waar het om gaat. Zoals diezelfde Willem Vogel aan het eind van zijn leven tegen me zei van, ach joh, ik heb eigenlijk voor een goed liedje maar 3 tonen nodig. Dus er sluipt eenvoud in. Nou, erin sluipt, dat is, wat is het? Het blijft over in de zeef. Mooi. Ja. En tegelijkertijd gaat het dan ook niet weer om die kunstvertoning aan zich, maar altijd lukt het je om met de taal een huis te bouwen waarin een ander kan wonen. Wat wil je ons meegeven? Iets heel eenvoudigs, heel praktisch. Namelijk de wens, het gebed, het liefst zou ik er het gebod van maken, maar dat op alle lagere scholen in het land weer 2 uur verplicht zangles wordt gegeven. Die is leuk. Gebod. Ja. Het De Vries gebod. Een nieuw wetje, stel ik voor. Ik denk dat als dat gebeurt, dat heel veel gaat schelen op de kosten van de zorg.